De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft een tweedaagse workshop over het accreditatieproces gehouden. Deze is zaterdag succesvol afgesloten in de mantel. Tijdens de workshop hebben de docenten die deel uitmaakten van het instituut hun inzichten gepresenteerd over het proces tot accreditatie. Voordat de drie opleidingen van het instituut wordt geaccrediteerd, moet het aan 18 standaarden voldoen. Enkele van deze standaarden hebben te maken met de kwaliteit van het onderwijs en de studieprogramma's, zegt waarnemend directeur Amar Snijders tegenover onze nieuwsdienst. Vandaag hebben we dus belicht de competenties van de drie studierichtingen. Zijn de competenties die wij tot nog toe vast hebben gelegd, zijn ze nog valide, moeten ze nog aangescherpt worden? Waar we ons wel in elk geval van bewust zijn, is dat er wel enkele aanpassingen gepleegd moeten worden. Er is aardig wat werk verzet om tot deze competenties te komen, maar in de tussentijd, we weten met z'n allen dat de tijd niet stil zit. We moeten dus bezig zijn om steeds te verbeteren. Een ander punt dat we hebben belicht vandaag, of wat we nog hebben gedaan, is de SWOT-analyse om intern te kijken om inwaarts, om het even zo te noemen, een blik te gaan richten van met z'n allen van wat vinden wij met z'n allen van de organisatie van de AHKCO. Zijn we niet tevreden? Zijn er verbeterpunten? Zijn er kansen? Zijn er uitdagingen? Zijn er bedreigingen, et cetera? Welke zijn die zaken? We hebben ze benoemd. En nu hebben we dus een vertrekpunt om verder te gaan met onze zelf-evaluatie. Een van de docenten, Harry Mungra, ziet de voorbereidingen na de accreditatie van de opleidingen als een positieve uitdaging. Eerst dan is geen optie. We hebben een goede naam, zeker nationaal, maar ook internationaal. Maar wetenschappelijke inzichten, wetenschappelijke resultaten zijn ongoing. Dus je moet iedere keer weer even kijken van, wat is er veranderd? Toen ik afstudeerde, eerst als filosoof, later als psycholoog, de boekenlijsten zijn helemaal veranderd. Dus er is altijd iets nieuws te leren. Ja, meetings en zo, zodat je continu je doelen kan beleiden. Bijvoorbeeld, ik weet curriculum in Engeland. Bij uw wet heeft Engeland gezegd, een curriculum voor iedere middelbare school is maar 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet je weer. Dus continu moet je die doelen kijken, past het nog? Want de samenleving verandert continu. Dus je bent verplicht, wil je kwaliteit leveren, ben je verplicht om zo regelmatig met elkaar te praten over je doelen en hoe je die doelen bereiken ook allemaal. Docent op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, Harry Mungra, over de voorbereidingen naar de accreditatie van de verschillende opleidingen op het instituut. Wij spraken hem zaterdag na afsluiting van de tweedaagse workshop met als thema Accreditatie een must.